En dan nu? Hallo kijkers, in 1978 ben ik vanuit Kerkrade naar Nijmegen verhuisd en ik woon dus eigenlijk nu twee keer zo lang in Nijmegen als dat ik in Kerkrade gewoond heb. In Nijmegen heb ik het nuilen geleerd en in Kerkrade kunnen ze dat ook. Alleen in Kerkrade heet ze het niet nuilen, daar heet ze het zeveren. En om te laten zien dat Nijmegen en Kerkrade heel veel op elkaar lijken, laat ik u graag twee fantastische voorbeelden zien waarin deze steden overeenkomen qua nuilen en qua zeveren, bedoel ik maar. Allereerst, we hebben een fantastisch gemeentehuis in Kerkrade. Daar zit de burgemeester en hebben ze daar ook schuin tegenover. Daar hebben ze dan een heel lelijke gemeentekantoor neergezet. Kunnen wij in Nijmegen ook. Hè? Een heel mooi gebouw aan de voorkant en een fantastisch lelijk gebouw daarachter. Het tweede voorbeeld waar ik u mee naartoe wil nemen is het plein. U kent allemaal in Nijmegenplein 44, dat hebben ze herbestraat en toen hebben ze het een beetje hobbelig gemaakt. En nou sta ik hier in Kerkrade, sta ik op het vernieuwde Marktplein. U ziet het zand nog liggen. En Kerkrade staat bekend helaas om de vergrijzing. Kerkrade is rollator city nummer 1, zou ik maar zeggen, in Nederland. En wat hebben ze nu gedaan? Aan de rand van dit plein hebben ze een dubbele hobbly-bobbly strook gelegd met een extra gootje erbij. Oh ja, en het derde wat ik u nog wilde vertellen van Kerkrade. In Kerkrade hebben ze ook een park, het Hertenpark. En een tijd geleden waren er ook nieuwbouwplannen voor dit park. En die nieuwbouw in het park hier in Kerkrade doen ze dat dan weer anders. Dan halen ze een stuk van het park af, ze verplaatsen de speeltuin en ze leggen er een weg aan en bouwen ze het vol met witte villa's. En volgens mijn moeder woont de burgemeester hier in een van deze huizen in de straat. En de burgemeester van Kerkrade schijnt dan weer connecties te hebben met die wethouder in Roermond van Rij. En die aannemer van Pol, die voert ook regelmatig klusjes uit hier in Kerkrade. Maar dat zoeken we een andere keer uit. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en bis de nächste keer. En morgen in Nijmegen het Mariekehand, Hartvuur in Kerkrade, door Joep.